En dan gaan we enkel de namen bekendmaken. We gaan de dames er nog niet bij halen. Die kunnen even bij elkaar verzusteren. Oké. Wie is op de derde plaats van de praktische proeven geëindigd? Anne Dieleman! Anne Dieleman! Wie is op nummer 2 geëindigd van de praktische proeven? Evi van Kamp! Dan, het is toch altijd leuk om de spanning wat op te drijven. En dus er kunnen nog 7 andere dames zijn die nu op de eerste plaats geëindigd zijn. En het zijn allemaal handige dames, dus ze komen allemaal in aanmerking. Welke schone boerin is de eerste van de praktische proeven? Prachtige boerin, Cynthia Gene! Cynthia Gene! Vanaf straks krijgt Cynthia een speciale prijs. Dat ga je straks zien.